Ontzettend tof dat je kijkt naar deze hacking quick tip. En in deze quick tip ga ik een privilege escalation methode laten zien op basis van NetMan, ofwel de network manager, een service die draait in Windows en de network adapters beheert. Dat gaan we zo meteen zien hoe dat dat in elkaar steekt. Deze privilege escalation methode werkt op alle servervarianten van 2008 tot en met 2019 en niet op Client varianten. Um, in essentie wordt er op de server gezocht in het volgende pad naar een specifiek DLL bestand. En dat bevindt zich in Windows System 32, Windows PowerShell Version 1. En hier wordt gezocht naar een DLL die heet WLANAPI.dll. En die DLL bestaat wel op Client machines en niet op de server varianten. Op Windows Server 2008 heet deze file nog wlan.hlp.dll. Maar vanaf Windows Server 2012 is het dus wlan.api.dll. En deze is op elke server afwezig. Dus we kunnen deze previous escalation methode relatief makkelijk toepassen. Waarom? Misschien kunnen we niet schrijven in dit pad. Maar misschien hebben we wel een writable path in, de, uh, in het pad staan. Dus um, stel je voor dat de software is geïnstalleerd op een server waar je toegang toe hebt en die server die heeft het pad aangepast. En stel je voor dat hier in het pad een directory staat waar je wel naartoe kunt schrijven, dan zou het mogelijk zijn om. Um, en dat doe ik fout. We hebben natuurlijk het pad van de user nodig. Die staat hier. Stel voor dat hier een pad tussen staat waar we kunnen schrijven. Laten we zeggen dat we hier op de desktop een folder maken. En die noemen we Tralala. En we gaan er dus vanuit dat theoretisch gezien deze folder is aangemaakt door een stukje software. En we kunnen schrijven in deze folder. En deze folder bevindt zich ook in het pad. Ik pauzeer even de video om de server te rebooten. Dat is nodig wanneer ik het pad heb aangepast. Zo, we zijn weer terug en de server is gereboot. Dat betekent dat tralala te vinden is in het path. En wat wil nu het geval is dat deze DLL die mist dus. En er wordt gezocht naar deze DLL op het moment dat de Network Manager getriggerd wordt. En de Network Manager kan op verschillende manieren getriggerd worden. Simpelweg al door um, de Network Adapters hier te laten zien. Op dit moment gaat de Network Manager kijken naar de Network Adapters... Wordt er ook gezocht naar DLL deze DLL en deze DLL kan niet gevonden worden. En er vindt op dit moment een insecure DLL search plaats. Wat betekent dat het niet alleen in het pad gezocht wordt waar de service zich bevindt, maar dat ook binnen alle paden gezocht wordt die in het pad staan. Eigenlijk default Windows behavior, maar niet altijd even veilig. En zoals je wellicht wel of niet weet, heel erg gevoelig voor DLL hijacking. Dat kunnen we ook laten zien. Laten we daarvoor Process Monitor eens starten. En dat duurt eventjes. Of ik heb niet goed geklikt. Nog een keer laten we hem draaien als administrator. Ik ben op dit moment administrator. En wij zoeken we naar, we vinden het belangrijk dat het pad wat we laten zien in het filter de WLAN API bevat, zodat we niet alle events te zien krijgen. We doen op dit moment niks met het netwerk en dus zien we geen events. Op het moment dat ik mijn network adapters ga enumereren, dat de network managers ingrijpt, dat doet hij nu. En nu nog een keer. Zul je zien. Laten we even capturing stop zetten. Dat er gezocht wordt binnen PowerShell. Even kijken waar dat deze zich bevindt. Onder andere hier. Naar de WLAN API.dll file en result is name not found, ofwel de DLL kan niet worden gevonden. Als we nu de DLL plaatsen in dit pad, dan wordt die DLL uiteraard wel gevonden en ingeladen. Nou, meestal hebben we geen toegang tot dit pad op een server omdat we geen administrator zijn, maar als we dus toegang hebben tot een directory, welke zich bevindt in de path van de computer of van de user dan hebben we dus wel toegang tot die directory. Wordt er gezocht in die directory, daar wordt de DLL gevonden en dus ook ingeladen. We gaan er dus vanuit dat we toegang hebben tot dit softwarepad. En die heet Tralala. En daar gaan we een DLL in plaatsen en die heet AddUserDLL. Nou wordt er niet gezocht naar AddUser.DLL, maar naar de API.dLL. En je zult zien wanneer ik zo meteen opnieuw mijn netwerken enumereer... Dat deze DLL wel gevonden en ook ingeladen wordt. Voor nu hernoem ik hem eventjes iets anders, omdat ik, en daar hebben we Kali, dat was niet de bedoeling, zo, um, omdat ik eerst wil laten zien wat deze DLL doet. Ik had ervoor kunnen kiezen om een reverse shell DLL te maken, maar dit kan resulteren in een deadlock. Ofwel um, het proces blijft hangen, uh, breekt af, wordt opnieuw geladen, blijft hangen, breekt weer af, en feitelijk blijft de computer hierbij in een loop zitten. Waardoor het erg lastig wordt om hem er weer uit te halen. Dit gebeurt niet altijd, maar een deadlock is zeker met dll hijacking, een mogelijkheid waarvoor je moet uitkijken. En dus uitgebreid moet testen voor je besluit om een reverse shell daarvoor te gebruiken. Beter is om een user aan te maken, want wat wil het geval? Deze service uh, wordt uitgevoerd als zijnde system, dus als het hoogste niveau. En system kan uiteraard users aanmaken. En wat altijd goed is om te doen, is om een administrator user aan te maken. We proberen dit nu op de domain controller. Dus um, moeten we kijken in Active Directory. Normaal zouden we hier onder de computer manager kijken naar de users. In dit geval hebben we Active Directory nodig. En zoals je ziet, onder de users bevindt zich nu geen user John. En wanneer ik de DLL ga uitvoeren met run DLL32... Add user en als een functie doe ik een random functie genaamd 1. Dan gebeurt er iets en wanneer ik hier een refresh uitvoer bestaat de user John. En deze user is ook member van de administrators. Dus ik heb een administrator user aangemaakt. In dit geval kon ik dat natuurlijk doen omdat ik mijn PowerShell uh, draai als zijnde een administrator. Normaaliter als een gewone user kun je geen andere users aanmaken op een systeem, maar nogmaals de service die deze DLL laat wordt dus uitgevoerd als system en kan dat dus wel. En dan als een proef op de som laten we eens even kijken. En system monitor mag trouwens wel aanblijven terwijl we dit doen. Eh uh... Procmon, prima, draai. En wat we nu gaan doen, is nogmaals mijn netwerken enumereren. Dat gebeurt dus nu. En zoals je ziet, wordt er nu gezocht naar desktop trallala WLAN API. Want nogmaals, we gaan zoeken in het pad. En op dit moment vinden we dus de DLL die gezocht wordt in het pad, hij wordt nog steeds niet gevonden op de originele locatie. Maar wel een stukje verder met een succes. En dat betekent dat deze DLL geladen is. En dat we nu dus weer een extra user hebben aangemaakt. En dat kan ik natuurlijk ook laten zien. Wanneer we hier een refresh doen, hebben we weer de user John, welke member is van de administratorsgroep. Dus een mooie privilege escalation methode op basis van de network manager. En DLL hijacking. Nu werk deze methode alleen tijdens een interactive session. Dus wanneer ik toegang heb tot de desktop. Um, er zijn wel trucjes om dit ook te laten werken um, zonder die interactive session. En een van die trucjes, en ik hoop dat ik hem ga kunnen laten zien in Windows Explorer. Dat is de Run SC tool. Bing, nou ja, het is niet anders. En dat is deze tooling. Ik begrijp dat dit wat lastig is met al die pop-ups, maar RunSC is een utility to run specific processes with different permissions than the user's current login, provides using explicit credentials. This tool is an improved and open version of Windows built-in RunSC That solves some limitations. En als we dan gaan kijken naar de limitations, dan kunnen we dus een logging type specificeren. Nou, hoe zou dat er dan uitzien? Stel voor dat we een WinRM-sessie hebben uh, in plaats van een interactive session. Dan kunnen we een tool genaamd NetTrigger. Um, NetTrigger kan ik die ook laten zien. Um, dit is een vrij simpele tool die uh, feitelijk ook de network manager triggert. Gewoon, die gewoon een enumeratie doet van de network adapters. Die zouden we kunnen compilen en kunnen plaatsen. Nou, gaan we toch Process Monitor nog een keertje openen. Zo. En uh, wanneer ik nu Net Trigger doe, zul je zien dat wederom de network manager getriggerd wordt. En wederom wordt gezocht naar de WLAN API. Dus dat is wat net trigger doet, en we zouden die net trigger kunnen triggeren met run sc. En dat zou er dan ongeveer zo uitzien: um, stel voor dat we run sc gecompiled hebben als run -as .exe, Dan willen we graag in dit geval de tool draaien als administrator, of in ieder geval als de user die ik op dat moment ben. Met het wachtwoord die daarbij hoort. Dit kan dus ook een gewone user zijn. Nou, wat willen we dan triggeren? Dat is C-users-administrator-desktop, uh, uh, gevolgd door um, net-trigger, volgens mij x64.exe. We geven het domein op en het domein is like the video.local. En als login type kiezen we voor login type uh, 2. Wat dus betekent van voer dit uit alsof het een interactive session is. Run SC heb ik hier ook staan. Alleen ik zie dat die zo heet. Dan kunnen we dit meteen ook even testen. Uh, dit ziet er goed uit. Net trigger x64, dat klopt. Mijn domein klopt. Login type 2 klopt ook. Dus um, laten we deze sluiten. Process Explorer opnieuw openen. En dan op de command line dit commando uitvoeren. Oh, wacht, dit is... Process Explorer, die moesten we niet hebben. We hadden Process Monitor nodig met onze filter op de WLAN API. En wanneer we dit uitvoeren, zul je zien dat NetTrigger geactiveerd wordt. En wederom WLAN API wordt ingeladen. En uiteraard, als we dan nu Active Directory opnieuw openen, dan hebben we uiteraard weer de user John. Dus het gebruik van Run SC bij een niet-interactive session en het gebruik van de Net Trigger tooling wanneer je de network manager wilt triggeren. Is een additionele tip. belangrijkste takeaway uit deze hacking quick tip is natuurlijk de DLL injection die je, of hijacking die je kunt doen als zijnde een normale user op een serversysteem systeem om een local administrator aan te maken. En hij is administrator, dus ik ga John verwijderen. En dat betekent dat deze uh, test geslaagd is. En ik hoop dat jij hier weer een tip bij hebt gekregen voor in je toolkit. Hartelijk dank voor het kijken. Wacht, misschien nog wel één uh, vraag die je misschien zou kunnen hebben is: hoe maak ik dan de DLL? Laten we daarvoor even switchen naar de kali machine. Zo. En wat je zou kunnen doen, um, is een MSF Venom gebruiken. Je kunt natuurlijk ook een custom DLL maken door middel van C of C. Um, wil je dit makkelijk doen, gebruik je MSF Venom. Wat in principe prima werkt. Je kiest daarbij een payload en als payload gebruik je Windows Execute. Um, en als. Command geven we dan op net user. En we gebruiken John zojuist als voorbeeld. We maken John aan met password 123. En John voegen we toe. En als tweede commando willen we dan uitvoeren: net local group. Administrators. Um, en dan voegen we John toe aan de administrators. Dan kunnen we kiezen voor als outputfile een DLL. En die noemen we dan het En dit zou een DLL voor ons moeten aanmaken, welke dit commando uitvoert. MSF Venom heeft ook een custom command om dit te doen, MSF Venom. En die payload, dat is de Windows at user. Op deze manier. En de Windows Add User Payload voegt de user die we hier gaan aanmaken in de user variabelen. Automatisch toe aan de administrators groep. Dus dat hoeven we niet specifiek in te geven. Wat we wel in moeten geven is het wachtwoord. En dat is password 1, 2, 3 als output. Willen we weer een DLL hebben. En het eerste wat we dan nog moeten doen is een export. En deze noemen we dan Add User zz.dll en feitelijk uh, maken we hiermee eenzelfde soort DLL als de DLL die we hier zojuist met het custom command gemaakt hebben. En dit was echt alles wat ik wilde laten zien in deze video. Hartelijk dank voor het kijken naar deze hacking quick tip. Give some love alsjeblieft. Abonneer op mijn kanaal. Ik maak meer van dit soort video's en als je deze video hebt gezien weet ik zeker dat jij het interessant vindt om dit soort video's te zien. Dus abonneer jezelf zeker. Hartelijk dank daarvoor. Like de video. En um, als je comments hebt of tips, plaats ze hieronder in de comments. Nogmaals, dank voor het kijken en heel graag tot de volgende. Doei doei!